BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR breekt. In mijn panel vandaag Quim Blokzijl, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met drugsregulering en de haven. Je zou ecstasy en wiet moeten reguleren en de cocaïnehandel keihard aanpakken. Dat zou de insteek moeten worden om drugsmisdaad te bestrijden, als het ligt aan een onafhankelijke denktank. Op die manier verdwijnen er geen miljoenen euro's meer naar dealers en zouden er ook veel minder afvaldumpingen zijn. Luister even mee naar Bas Jansen, hij is directeur van Delta Links, de belangenbehartiger van de havenondernemers. Hij zegt dit. Ja, daar zit natuurlijk wel een aantal punten in die hout snijden, inderdaad. Maar er gaat toch heel veel publiek-privaat. Want dit is een vraagstuk wat je echt alleen publiek-privaat kan adresseren. En overigens is het ook zo dat, en dat is misschien een lastig woord, disruptie, dus waar kan je beïnvloeden, dat is op vele momenten in die drugsketen. Dat is vanaf het moment van productie tot heel belangrijk het moment van gebruik, afname. En dat is denk ik het hele grote probleem. Het probleem dat het gebruik zo groot is, dat de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drugs, cocaïne, heel groot is. Ja. Drugsgebruik is eigenlijk normaal, hoort erbij in het weekend. En dat zou misschien maar eens moeten veranderen, zegt Bas Jansen. Als je dit zo hoort, Quinn, wat denk jij dan? Moeten we wat softer omgaan met zaken als ecstasy en keihard zijn op cocaïne? Is dat belangrijk? Ja, ik denk zelf, inderdaad, het is niet de oplossing. Ik denk dat criminelen, we zeiden het net ook, zijn super creatief. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon heel veel verschillende wegen zien. Ook al ga je reguleren, ik denk dat ze daar ook al vanaf kunnen duiken. Dus het een beetje stiekem kunnen doen, waar je dus ook totaal geen zicht op kan hebben. Maar ja, tegelijkertijd, ik denk dat reguleren wel altijd bij mij in ieder geval voorop staat dan verbieden. Dus ik denk dat het wel in zekere zin wel iets kan betekenen in het teken van afname. Of ik denk wel dat het kan helpen. Ja, wat denk jij? Is het een goed idee, André, om te zeggen, joh, het is bijna raar om te zeggen, maar die kleinere drugs, hè, ecstasy, een pilletje op een festival, laten we dat maar. Maar cocaïne, daar moeten we keihard op zijn. Nou ja, als je kijkt, we hebben de laatste jaren al een discussie gehad met elkaar over de wietteelt. Dat we daar experimenten mee willen doen, dat we een soort staatswiet creëren. Mm-hmm. Dat de overheid daar controle op heeft. Nou, dat vind ik sowieso een goed idee. Je ziet ook, niet alleen qua wettelijke kwalificatie is hennep een softdrugs, maar ook gewoon in gebruik is dat meerdere malen aangetoond dat weinig schade toebrengt. Zeker minder dan alcohol. Alcohol is gewoon een harddrugs, als we daar eerlijk over zijn. Ecstasy, daar ben ik wat voorzichtiger mee. We weten niet wat daar de lange termijn gevolgen zijn op gezondheid. We weten niet wat voor invloed, het werd net al gezegd, wat voor invloed het nou daadwerkelijk kan hebben als de overheid daarop reguleert. En ja, het sprookje denk ik toch wel dat we, als we dat dan gelegaliseerd hebben, dan kunnen we de strijd op cocaïne vooral voortzetten. Maar we hebben al afgelopen 100 jaar gezien dat de war on drugs gewoon niet werkt. Waarom zou het dan wel specifiek bij cocaïne werken? Dus ik zie daar niet echt de logica van, nu hebben we iets gevonden en nu gaat het wel werken. Ja. Dus daar ben ik een beetje bang voor dat een soort ideaal beeld is wat we niet gaan bewerkstelligen. Ja, ben je het er wel mee eens met dat rapport dat cocaïne eigenlijk het grote probleem is? Door die hoge winstgevendheid is het een van de belangrijkste veroorzakers van de ondermijning van de rechtsstaat. En dus zeggen die onderzoekers, om die reden heb je keiharde repressie nodig aan alle kanten in de keten. Dus van de productie tot in de haven tot aan het gebruik. Cocaïne is het grote probleem. Ja, maar cocaïne wordt natuurlijk niet hier geproduceerd. Nee. En volgens mij proberen we als Europa al heel lang met landen als Colombia daar afspraken over te maken. En ja, zij gaan er wel hard mee om. Maar ja, waar heeft het toe geleid? Tot in ieder geval een hoop criminaliteit nog steeds. Dus ja, ik weet niet of dat opeens gaat veranderen. Tenminste, ik weet niet of ik die hoop heb. Natuurlijk, daar is een onderzoek naar gedaan. Dus ik geloof op de cijfers wat de wetenschap geeft. Mm-hmm. Maar ik heb zelf mijn onderbuikgevoel zo eerder zeggen, ja, we hebben het afgelopen 100 jaar hebben het geprobeerd. Gaat het nu echt anders worden? Ja. Quinn, in het onderzoek, dat voorstel staat ook, ja, havens die zouden eigenlijk meer verantwoordelijkheid moeten hebben als het gaat om de aanpak van drugsmokkel. Net zoals bijvoorbeeld banken nu verplicht zijn om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, zou je ook moeten kunnen zeggen, ja, als jij met je terminal daar niet lekker aan meedoet, dan sluiten we die toko of dan krijg je enorme boetes. En nu is dat nog heel erg een overheidsding. Dat zouden we ook veel meer bij het bedrijfsleven moeten leggen. Goed idee?
Ja, ik denk zeker dat, ja, sancties kan je het niet echt noemen, maar tegelijkertijd, ik denk dat je wel, ja, een beetje moet optreden op het moment dat mensen zich misschien een beetje laks gedragen tegenover dit soort dingen. Dus ik denk dat je daar wel iets mee kan bereiken om dan iets op te leggen. Ja, dat vind ik misschien zelf iets te ver gaan, maar ik denk dat je daar wel echt bepaalde richtlijnen op kan stellen en sluiting is misschien dan iets te ver, maar wel misschien bepaalde maatregelen kan nemen. Dan, tot slot, dit onderzoek. Daar bijvoorbeeld worden net Bas Janssen van DeltaLinks, de werkgeversclub in de haven, die is niet gesproken voor dit onderzoek. Ze hebben ook niet gesproken met specialisten op het gebied van criminaliteit en justitie. Ook een beetje raar. Geef er veel waarde aan dit? Het is een beetje een soort rondvraag onder deskundigen, maar ook niet onder heel veel deskundigen. Ja, als ik het zo meer onderzoek nodig, denk ik. Ik heb zo niet gekeken naar de referentielijst. Maar als ik jou zo hoor, dan zou ik inderdaad wel zeggen dat dit zo'n vrij matig onderzoek. Dat is een beetje niveau bachelorscriptie. Ja, er zitten wel wat grote namen bij, hoor. Oké, okay, ja, ja, nee, dat geloof ik dan op zich wel. Maar dan zou ik daar wel, zeker als je zoiets vergaans wil doen, zou ik daar wel meer onderzoek naar doen. Okay. En maar goed, als we ook nog kijken naar de pakkans nu op de haven, is gewoon gigantisch laag. Dus je moet inderdaad, wat je daar straks al zei, je moet eigenlijk wel iets met bedrijven gaan afspreken dat zij daar zelf meer op toe gaan zien. Want nu wordt het vooral volgens mij vanuit de overheid gedaan. Nou, dat blijkt dus niet te werken, om wat voor reden dan ook. Dus ja, als je dat wil tegengaan, zullen we dat wel moeten intensificeren. Intensiveren. Intensiveren. Ja, ik heb het ook wel eens, maak je geen zorgen.